Nog één race te gaan, wat denk je? Nou ja, wat denk ik? Ik verwacht er nog niet zoveel van. Want ja, mijn tijden die zijn nog niet zo goed. Je hebt goede monteurs, dat scheelt. Ja, dat klopt. Heel de tent flikkert in elkaar, maar... Ja, echt wel. You're from Portugal. How did you end up here? I just love karting. I just started last year. So this seems to be a nice championship to start with. So that's why I just came here and up here. I'm here working, of course. So. Okay, you're working here in Holland and you drive the races in the meantime? Yes, yes. You participated in the last race also? No, because I had a problem with my starter engine that died while I was training, so I couldn't race. Okay. How do you find the concept of this hobby races? I think it's okay. They try to control the costs, what is always good because karting or motorsport, it's always expensive. So yeah, I like the concept of the starting grid being by the number, then inverted. So I think it's very fair and very cost control, what is always good. Okay, thank you. Good luck. Okay, welcome. Thanks. Ronnie Meijering van de Kartshop hier op Potterdijk. Je hebt het er zelf ook op gewaagd, hè? Vertel. Ja, net in weer voor het eerst een keer weer gereden. Dat is best wel leuk. Ja, vaak geen tijd voor, maar we hebben er toch even tijd voor vrij kunnen maken. Dus dat is best wel leuk. Ja, maar dat kost weinig tijd, kost weinig geld. Dat is laagdrempelig dit. Ja. Vind je van het concept? Ja, super, dit is super. Echt waar. Er zijn meer mensen met 500 in de zaak als 5000. Hè? Dus in zo'n wedstrijd, ja, je kan 6 wedstrijden rijden voor nog geen €400. Inclusief banden. Dus dat is super. Ja. Nu heb je hier ook een hoop klanten van de baan. Heb je er een hoop kunnen overtuigen om mee te doen? Ja, best wel. Best wel. Ja, we doen best wel veel mee. En als ik zo bekijk, dan komen er nog wel meer. Want er zijn steeds meer mensen die zeggen van, dat is toch wel leuk. Dat lijkt me ook wel leuk. Ja. Je krijgt wel meer aanvragen steeds? Ja, zeker. Ja, absoluut. Er komen steeds meer. Ja, ze moeten er nog wel even komen, maar dat gaat wel goed. Ja. Wie hebben je nu allemaal rijden in het team, zeg maar? Mark Heijnen, Jan Keen, Albert van der Laan, Raymond Bos, Peter Pardoff, Robin Adema. Ach, zijn er nog veel meer. Ja. Maar ik zal ze vast wel vergeten. Maar. Ja, maar heel, heel veel in elk geval. Ja, best wel veel. Ja. Nu hebben jullie hier de Kartshop. Wat verkopen je allemaal? Nou, we proberen alles wat met de kartsport te maken heeft te verkopen. Het lukt niet altijd, maar daar doen we ons best voor. Dat we alles hebben dat als de mensen problemen krijgen, dat ze wel en sowieso weer verder kunnen. Dat is onze doelstelling eigenlijk. Maar ja, het lukt natuurlijk niet altijd. Je hebt zoveel merken en karts, je kan niet van elke kart alle spullen hebben. Maar kijk, ons hoofdmerk, wij voeren naar CAG. Maar goed, ik bedoel, daar hebben we dan alles wel voor liggen. Maar van alle andere karts, kijk, er is altijd wel iets te versieren om er op een universele manier weer voor elkaar te krijgen. Dus, Ja, dus je probeert mensen eigenlijk altijd weer aan het rijden te helpen. Ja, precies. Dat is eigenlijk de doelstelling, dat ze kunnen rijden. Dat zeg ik, het lukt niet altijd hoor, maar daar doen we wel ons best voor in elk geval. Ja. Ja. Nu doen jullie dit part-time, hè? Jij en Gerry Tubbe. Wat doe je daarnaast hoor? Daarnaast ben ik verwarmingmonteur. Ik werk als zzp'er in de installatietechniek. Dus voor een ketel kunnen we ook bij jou terecht? Ja, ook. Dat kan ook. Ja hoor, geen probleem. En kunnen we je vinden op internet? Voor de shop wel natuurlijk. We zijn trouwens, is niet helemaal goed. We zijn nog bezig met onze site. Die is eigenlijk al klaar, maar we hebben gewoon heel druk. En is geen excuus, maar het moet eigenlijk nog weer voor elkaar. Eigenlijk is die al voor 90% klaar. Maar het laatste beetje moet nog even. Maar door omstandigheden is er eigenlijk een beetje achterwege gebleven. Nou, helemaal goed. Succes nog.